Een idee zou je kunnen zien als een gerecht wat je maakt. Je moet zorgen dat je een ingrediënt hebt voor het idee. Dus je moet sowieso hebben de inspiratie en weten wat er speelt, cultuur. Uiteindelijk je briefing of het probleem dat je moet oplossen, dat zijn allemaal ingrediënten. En uiteindelijk moet het gewoon gebeuren in je hoofd. En in sommige periodes herinner ik me dat het heel fijn was om op je kamer met de deur dicht met je copywriter of je art director te werken. Maar ik heb ook geleerd dat je gewoon de ruimte moet creëren voor jezelf. En dat het hele geforceerde van op één plek gaan zitten, dat is helemaal geen wet. Je ideeën ontstaan eigenlijk veel meer door de ruimte die je creëert voor ideeën. Dus wat ik zelf nu soms doe, is dat ik heel bewust die ruimte opzoek. Op het moment dat je weet van oké, er moet iets bedacht gaan worden. Door eigenlijk gewoon niets te gaan doen. Dus een stukje te gaan wandelen. Dat je eigenlijk veel meer de ruimte creëert om ideeën te laten ontstaan, dan dat je ideeën gaat bedenken. Mijn ervaring is inmiddels dat je ideeën niet per se bedenkt. Dat ideeën zich aan je voordoen en dat je het alleen moet grijpen.